It is time for some action. Hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de notebook deskstand van Maxter. Ik kwam deze weer tegen bij de Action en ik denk, ja, dit wil ik even proberen. Ik heb zelf ook een laptopje. Er is wel één dingetje wat ik jou moet vertellen, dat deze laptop niet geschikt is voor hele grote zware game laptops. Het is eigenlijk meer bedoeld voor de kleine laptopjes zoals een 15 inch. Zoals je hier ziet, maximaal 15,6 inch is deze geschikt voor. En we gaan hem even unboxen en ik ben heel benieuwd hoe het hier eigenlijk uitziet. Zoals je ziet, er zijn ook manieren om in te stellen. En we kunnen dan een andere hoek creëren. En daardoor zal ons laptopervaring een stukje beter zijn. Laten we even een kijkje nemen naar de houder en hoe ziet hij erin. Nou, er zit zo te zien geen plastic of zoiets overheen. Het is gewoon de houder zelf. Nou, het eerste wat me opvalt is dat hij echt wel zwaar weegt. Dat moet ik wel zeggen, er zit wel een goed gewicht aan, dus dat is heel positief. Daarnaast zie je overal allemaal rubber, dus als je je laptop erin zet, zul je ook zien dat hij perfect blijft staan. Dus dat is gewoon ideaal. Je ziet, hij gaat gewoon geen kant uit. En de reden waarom is ook heel simpel, dat aan de onderzijde overal zitten voetjes, dikke rubbers. Echt van goed rubber zie je echt gewoon dat het allemaal perfect de grip heeft op deze manier op de tafel. Dus dat is gewoon perfect. Hondje stil. Sst, aan het opnemen. Hier aan de zijkant zit eigenlijk gewoon een knop waar je mee kan blokkeren. Als je hem tegen de klok indraait, komt hij los. Kunnen we hem bewegen. Vervolgens kunnen we hem in de positie zetten. En wat je hier ziet, zitten er gewoon nummertjes op. Waarvoor je heel makkelijk kan bepalen in welke positie we zetten. Als ik draai, voel ik ook dat er echt tandjes in zitten, waardoor je hem uiteindelijk ook gewoon klemt. Want je, ja, blokkeren zal ik niet juist worden. Uiteindelijk wat je doet, je voelt een soort tandwielsysteem hierin zitten. Je draait hem in de positie en je klemt hem en dan blijft hij in die positie ook staan. Dat gaan we eens even proberen uiteraard. Eens even kijken, deze moet je naar beneden zetten. Want de bedoeling is dat hij dan bijvoorbeeld zo komt te staan. Dan gaan we deze even aandraaien. We zetten hem nu op positie nummer 4. Heel belangrijk om goed aandraait. Kijk, dan zit hij echt heel klem. En dan kan je de laptop er zo inzetten. Maak je hem open. En kan je eventueel gewoon zo gebruiken. Hij staat wel een beetje heel erg ver naar voren. Maar het idee is eigenlijk zo. En dat is het enige wat hij doet. Hij blijft uiteraard nog goed stevig staan. Zoals je ziet, je kan hem echt flink indouwen. Er gebeurt helemaal niks mee. Nou zetten we hem eventjes op deze manier neer en dan kijken we even hoe de laptop er zo in gaat. Zoals je ziet staat hij niet heel erg schuin meer. En dit is zover ik heb gezien één van de posities die je hem ook kan zetten. Dus je hebt echt wel alle hoeken die je kan krijgen. Maar je ziet als je bijvoorbeeld dit wil, dit gaat niet. Er zitten echt tandjes in. Dus je zou er bij wijze van spreken niet zo neer kunnen zetten, want dan zakt hij gelijk als een tarpunning in elkaar. Dus dit is echt nummerstandje 4 is dan ook echt wel de beste hoek naar mijn idee om je laptop op te zetten. Uiteindelijk blijft hij toch best wel heel schuin staan. Hoe comfortabel dit is, vraag ik me af en toe nog best wel af. Dit is dan wat je gaat krijgen met de laptopstand van de Maxter. Wat ik wel vind, en dat viel me wel op, is dat hij heel schuin staat. Zoals je hier kan zien, dit is dan ook echt de minst schuine hoek. Als je hem openklapt, zie je dan ook echt dat je een vrij schuin toetsenbord hebt. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij iets verder in kon zakken, waardoor je een kleine verhoging krijgt. Uiteraard, wat ook een nadeel is, je hebt een hele poot aan de achterkant. Dus je moet wel even beseffen dat je veel ruimte hebt ook in de diepte. Het is al een redelijk net product. Het is gewoon gemaakt grotendeels natuurlijk van plastic. Er zit al metalen delen in, wat je dus uiteindelijk ook een beetje het gewicht geeft. Voor de rest, hij zit echt heel stevig. Kijk, je kan er echt op indouwen. Het werkt gewoon hartstikke goed. Dus ja, zoek je een verhoging voor je notebook, is het misschien wel een leuke oplossing. Dit is wat je gaat krijgen met de notebook. Ergonomische Maxter standje. Ja, laat maar weten wat jij hier nou eens van vindt. Want ik heb echt zoiets mezelf van, ja, het is een heel leuk ding om te zien. Ja. Ergonomisch vind ik het niet erg, want hij staat op zich nog best wel schuin eigenlijk. Ik wil je bedanken in ieder geval voor het kijken. Heb je nou nog andere Maxter producten zien bij de Action? Ik denk van, hey, daar moet je zeker een filmpje over maken, Wicked. Ik zeg, laat even een berichtje achter in de comment section. En dan zou ik het leuk vinden als je zeker lid wordt.
druk op het belletje, geef die video even een likeje en dan zie ik je weer de volgende keer.